Ik hoor heel vaak mensen verbaasd natuurlijk. Wat is dat? Wat gebeurt hier? Wat ben je aan het doen? Van Limburg naar Haarlem aan het lopen met haar Camille Einstein. Dat was de Marvalkenier aan het doen. De nomade schreef een boek over haar eerdere buitenlandse avonturen en presenteert deze met haar Camille. De komende dagen verblijven ze in Haarlem, wat voelt als thuiskomen. En om in Haarlem, in mijn eigen hometown, te zijn. Daar is het allemaal begonnen, daar ben ik opgegroeid. En hier ben ik ook 6 jaar geleden vertrokken om fulltime op avontuur te gaan, de hele wereld over. En dit voelt dan weer een beetje als thuiskomen, maar met mijn nieuwe maatje, dus wel op een avontuurlijke manier. En het welzijn van haar nieuwe maatje tijdens de trip is volgens de Mar altijd het belangrijkst. Ik geef hem heel veel rustdagen, waarschijnlijk meer dan die nodig heeft, maar gewoon aan de voorzichtige kant. Hij vindt paardenbloemen lekker, daar gaat hij nu even voor. Ik kom Tamar tegen en ik zie dat ze met een kameel loopt. En ik werk zelf met alpaca's, dus dat intrigeerde natuurlijk heel erg. Nou, hoe heet het ook alweer? Een kameel? Ja! Nee, Bulte! Ja, die heeft Bulte. Samen met Tamar liep hij hier in de wei. Dus liep ze gewoon langs en toen was het een kameel. Gekkigheid. Ik moest hem echt zien, want ja, de alpaca's stammen natuurlijk af van de kameel. En je ziet hoe geweldig die is. Kijk, hij reageert op mij, dat voel ik ook aan. Ze zijn heel erg spiritueel. Oh, lekker vriendje. Ja, is het zo lekker, mannetje. Eind van de week beginnen de twee aan hun tocht terug naar Sittard. Daar zal Einstein naar een kamelenboerderij gaan en uiteindelijk ingezet worden in de gehandicaptenzorg.